mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag de allereerste video van Leven op een Groep. Nou, dit is een serie die ik ga doen op dit kanaal. Ik hoop dat die succesvol wordt. Ik hoop dat er mensen naar gaan kijken en ik hoop dat jullie hierdoor begrijpen hoe het is om te leven op een groep. Nou, er zijn vast wel heel veel mensen van jullie, tenminste mensen onder jullie. Misschien kennen jullie wel iemand die op een groep woont, of in ieder geval niet thuis woont. En dan tel je niet dingen mee als zelfstandig wonen. Ja, eigenlijk wel, maar niet als je al volwassen bent en dan uit huis gaat, zeg maar. Dat tel je niet, maar echt, ik ben nog jong, zoals ik, 13. En bijvoorbeeld je woont op een groep. Ook respect voor die mensen die dat meemaken. Want ik weet hoe zwaar het kan zijn soms. En ja, ik ga deze serie een beetje maken. Ik ga filmen wat er op een dag gebeurt. Ik ga filmen wanneer ik naar school ga. Hoe ik mijn huiswerk maak, wat voor dingen. Dus ik kan eerst een kamertour doen. Een beetje een fatsoenlijke. Nou, daar is de overvolle prullenbak. Dat is de spiegel. Hoi. Een wasbakje, daar hebben we de game setup. 1 beeldscherm, maar dat vind ik. Ik vind het wel nodig om er meer nog te hebben. En het kost redelijk veel geld, dus daar moet ik eerst voor gaan sparen. Wc, alles. Hier is een geïmproviseerd iets. Ik weet niet wat het is. Een of andere verlepte sneeuwman of zo. Ik zou niet weten. In ieder geval, hier mijn bed en mijn kast. En dat is eigenlijk een beetje wat er in mijn kamer staat. Wat er op deze groep is. Ik kan het even jullie mee naar buiten nemen. Wat ik heb is een balkon. Ik weet niet of jullie überhaupt iets kunnen zien. Waarschijnlijk niet. Of niet heel veel in ieder geval. Maar dat heeft een redelijk mooi uitzicht. Ik zal het een keer proberen. Ik zal het een keer proberen te filmen overdag. Wanneer jullie veel kunnen zien. En een beetje misschien iets, met iets lekkerder weer. In ieder geval. Wat doe ik nu? We hebben net lekker gegeten. Witte bonen in een rode tomatensaus. Ja, tomatensaus en rode saus. En dat is dubbel op eigenlijk. Rode tomatensaus. Ik heb nog nooit groene tomatensaus gezien. Lijkt me ook niet heel erg lekker. Maar, dat hebben we gegeten met een kipburger slash zo. Ik weet niet wat het was. Oh, waarom kijk ik echt naar een thuisknop? Ik wil even naar de camera kijken. Maar, aardappels uit de oven. Ik weet niet. Het smaakt een beetje klef. Maar voor de rest was het wel lekker. En, ik heb daar nog allemaal spullen liggen. Ik ga denk ik binnenkort een video doen. Lijkt me wel lachen. Met kan ik 300 verschillende voorwerpen. Nou, laten we 250 verschillende voorwerpen in mijn kamer vinden. En dan tel je niet bijvoorbeeld iedere tegel hier. Tel je niet mee of zo. Nee, gewoon ook niet hoeveel planken. Gewoon kleren telt als 1 bijvoorbeeld. En dan, ja, anders kom je wel heel snel. Maar 250 dingen op mijn kamer. Ik bewaar redelijk veel prutse dingetjes, papiertjes en zo. Bewaar ook allemaal rare dingen. Gewoon oude dingen die ik helemaal niet nodig heb. Bijvoorbeeld deze doosstandbeeld dat hier staat. En daar heb ik helemaal niks aan, maar ik bewaar het toch. Ik weet niet waarom. En dat is eigenlijk een beetje wat ik in die aflevering ga doen. Kijk, ik ga tellen en ik ga kijken of ik 250 dingen kan vinden op mijn kamer. Dus dat is wat ik ga doen. Wat we nu hebben gedaan, ja, we hebben net gegeten. Dus dan zitten we altijd even op onze kamer. Pokémon Munt. Ik weet niet waarom, gewoon random die lastig te liggen. En dat is eigenlijk een beetje wat we dan doen. Het rooster is een beetje, je gaat 's ochtends, dan ga ik in ieder geval, ik douche 's ochtends. Dus ik ga 's ochtends douchen. Dan ga ik ontbijten. Dan ga ik naar school. Kom ik terug van school, dan dan zijn we hier eigenlijk. Dan hebben we al 4 uur een soort van drinkmoment, kun je het wel noemen, ja. Een drinkmomentje. En dan gaan we even met z'n allen drinken, dag bespreken, zulke dingen. En dan kom je, eigenlijk heb ik nog even vrije tijd, uurtje ongeveer. En dan gaan we weer eten. Nou, 3 kwartier eigenlijk. Drinkmoment van 4 tot 4:15. Dan 3 kwartier iets voor jezelf doen. En dan gaan we eten om 5 uur. Best vroeg, vind ik, maar ja, eten om 5 uur. En dan, dan hebben we weer even een rustmomentje zoals nu. Dan hebben we om 6 uur, of ja, dan vergeet tijd. Dan hebben we om 7 uur hebben we nog een drinkmomentje. En dan moet ik
Daarna heb ik vrije tijd en dan moet ik gaan slapen. Ja, wat kan ik nog in deze episode doen? In deze aflevering? Ik zou niet weten. Nou, misschien... Kijk hoor. Ik heb er nog een doos op nog gelegd, maar het gaat niet altijd goed. Ik ben bang dat hij zo omvalt en dat mijn telefoon naar de tyfus. Het is toch waarde. De twee dozen lukt het wel. Zie, twee dozen werkt wel. Hi. Maar ja, dat is dus hoe ik een beetje video's ga opnemen. Mocht zet ik hem zo neer. Dan pak ik de prachtige IKEA stoel. Zo, ga ik hier zitten. En dit is misschien wel. Jullie hebben serieus. Dat was echt een action shot. Jullie hebben serieus gezien hoe mijn iPhone op de grond pleurde. Er is niks meer aan de hand hoor. Maar jullie hebben serieus gezien hoe mijn iPhone op de grond flikkerde. Nou ja. Dan weten jullie in ieder geval ook hoe dat eruit ziet. Ik ga denk ik iets anders proberen. Ik weet wel iets. Ja. Zo heb ik. Op deze manier heb ik ook de introductievideo gemaakt. Oh, hard knap. Boom. En ja, zo ga ik misschien wel binnenkort een episode maken. Dus wat er op dit kanaal nog extra komt, dat wil ik even pakken. Nou, ben er weer... nou, jullie wisten het waarschijnlijk nog niet. Maar ik ben heel lang een Pokémon fan geweest. En heel veel mensen vinden het apart. Maar ik vind het wel grappig. Dus ik heb hier een hele hoop Pokémon kaarten. Daar ga ik een video van maken zometeen. En... ja, ik denk dat dit wel het einde van de video is. Dan hoop ik jullie te zien in de volgende video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Vergeet ook niet gelijk te liken en te abonneren op het kanaal The Titan Games NL. Oftewel ons gamekanaal, mijn gamekanaal, vriend gamekanaal, ons game kennen. Blablabla. En dan hoop ik jullie te zien in de volgende video. Ciao.